De gemeente gaat mensen die langer dan drie jaar een uitkering ontvangen... belonen als zij de stap naar betaald werk zetten. Iemand ontvangt een premie als die een baan krijgt voor tenminste zes maanden. Fulltimers krijgen een premie van 1200 euro. Ook parttimers krijgen een premie, maar die is wel wat lager. De premie is bedoeld om in de overgang van bijstand naar werk... de eerste financiële veranderingen op te kunnen vangen. Zoals het verlies van toeslagen... Wat we nieuw invoeren is de uitstroompremie. Die is voor mensen die al drie jaar of langer in de bijstand zitten en weer aan de slag gaan. Voor mensen is het vaak heel moeilijk de stap te maken naar werk, omdat ze dan allerlei toeslagen missen en er inkomen op achteruit gaan. En we willen de mensen belonen met een premie van 1200 euro in totaal, die toch de stap naar werk zetten. Ook mensen die nu bijstand ontvangen worden gestimuleerd om werkervaring op te doen. Mensen die willen overstappen naar een nieuwe werkgever kunnen daar werkervaring op doen met behoud van uitkering en 2 euro netto per uur houden. En daarmee kunnen ze zichzelf laten zien en hopelijk bewijzen dat de werkgever ze na een aantal maanden in dienst neemt. Vanwege de fusie tussen stad, Temboer en Haren kunnen mensen uit Haren nu ook meedoen aan de regelingen. Wij moeten alle regelgeving voor de oude gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen gelijk trekken. En daardoor zal er in de gemeente Haren meer mogelijk zijn. Mensen die in Haren wonen met een uitkering en die mee willen doen, die kunnen een zogeheten participatiebaan krijgen. Daarmee krijgen ze werk en een premie en hopelijk meer kansen op de arbeidsmarkt.